Want er was besloten de 16 kilometer lange oeververbinding te bouwen met drie elementen. Een tunnel, een kunstmatig eiland en een brug van bijna 8 kilometer lang. Brugpijlers, fundering en hoofdbrug werden in een werkhaven bij Malmö gemaakt. Het merendeel van de bovenbouw werd in Spanje gebouwd, per schip hierheen vervoerd en daarna op de pijlers geplaatst. Naderde de bouw ook zijn voltooiing en kropen de twee brughelften steeds dichter naar elkaar toe. Iedere twee weken werd een brugdeel door de Nederlandse drijvende bok Svanen, die bijna 9000 ton kan liften, op zijn plaats gehangen. Nadat in augustus 1999 het laatste brugdeel het gat sloot, waren de twee koningskinderen door het diepe water niet langer gescheiden en kon de verbinding op 1 juli 2000 door hun ouders worden geopend. De bouw had maar 6 jaar geduurd en lag zelfs 3 maanden voor op schema.